op dat moment dan ook per directieve rekeningen te willen doen, kan natuurlijk wel als het snel gaat, maar als dat dus niet snel genoeg gaat, dan denk ik dat we helemaal niet eer aan het uitgangspunt van de TOZO doen. Want als het bedoeld is om liquiditeitsproblemen op te lossen, bent u het dan niet met mij eens dat het op dit moment de plank misslaat? Omdat er misschien wel een aantal ondernemers zijn die dan op een gegeven moment terugvorderingen te maken krijgen, maar nu ook een heleboel ondernemers zijn die heel lang aan het wachten zijn, terwijl hun betalingen van hun rekeningen gewoon door moeten gaan. De wettelijke termijn om die derde betaling en het besluit te nemen is overigens 5 weken nadat de informatie is ingeleverd. Dus op dit moment voldoen wij nog steeds aan alle wettelijke termijnen. Maar dat neemt niet weg dat het voor die ondernemers nog steeds te lang duurt. Dus we kunnen wel, ja, de wettelijke termijnen zijn gewoon, voor hun komt dat niet uit. Nu massaal dat geld geven terwijl mensen er geen recht op hebben, omdat ze namelijk inkomsten hebben gehad, betekent dat we later moeten terugvorderen en mensen dan weer in de schulden terechtkomen. Daar schieten ze ook niet heel veel mee op. In ieder geval, dat is in ieder geval het standpunt van het college geweest om dat niet te doen. En vandaar dat we hebben gezegd, al van het begin af aan, met de derde betaling willen verrekenen. Dat doen we ook. Soms zien we ook in sommige gevallen, helaas, bij die derde betalingen, de verrekening van de derde betaling, dat de inkomsten zelfs meer zijn geweest dan we kunnen verrekenen. Dan ontstaat er helaas toch nog een vordering, een terugvordering. Ja, dat kunnen we ook niet veranderen, want de wet is daar wel heel helder in. Je hebt alleen maar recht op TOZO als je onder het niveau van bijstand inkomsten hebt gehad. Als je daarboven inkomsten hebt gehad, of het nou gaat om inkomsten uit je onderneming of inkomsten uit een bijbaan of inkomsten uit nou, wat dan ook, ja, die moeten we verrekenen volgens de wet. Daar ontkomen we niet aan. En wij hebben ervoor de route gekozen om in ieder geval te zorgen dat het niet leidt tot schulden. En met de broodnoodregeling hebben we een regeling om mensen toch snel van geld te voorzien. En dat ging niet goed, dat erken ik ook. En hebben we daar deze week ook op geschaald.